Hele goedemorgen allemaal, wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 16 januari geloof ik. Ja, 16 januari. En ik ga vandaag naar school toe. En ik zit vandaag tot best wel laat, tot een uur of 10 op school. Omdat ik tot 6 uur les heb. En dan daarna moet ik even snel eten op school. En dan hebben we een voorstelling van de acteurs. Dus dat is echt super tof. En vandaag komt de vlog online. Van een geheim concert, maar dat voor jullie al een week geleden. En op het kanaal van JJ Friends staat er ook weer een nieuwe video online als jullie deze vlog zien. Volgens mij is dat Soundcheckers van Tipeee. Omdat we naar Soundcheckers gaan van Tipeee. En in deze vlog komt dat ook. En super tof, daar ga ik morgen heen met Jameer, Nadia en Sylvana en Shania. Super tof. En dit is wat ik aan heb. Trui, H&M, blouse H&M, broek, ons van Bershka en schoenen Zara. Super tof en ik ga er nu vandoor. Het eindresultaat. Zou ik even een goed voor hem doen? Oké, kijk. Hoi. Een soort van met latex heb ik dit gedaan. Met dit nepbloed heb ik het open geknipt. Dat kun je ook open doen. En dan zeer ik weer bloed aan mijn vinger. Voor de rest heb ik met oogschaduw het zwarte gemaakt. Eronder een heel klein rood randje. En met bloed uit laten lopen. Hier ook. Het is hier ook natuurlijk open geknipt. En zwart rood op de lippen. Ben je er blij mee, Jane? Het ziet er wel een beetje eng uit. Dit is Saar. Mooi, hè? Lippen, ogen, helemaal geweldig. Hele goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. Het is nu 9:10 en ik ben ondertussen ben ik de vlog van Monica aan het kijken. Ik heb zometeen opnames in Amsterdam voor het programma Soundcheckers. Daar ga ik heen met TPY en dan ga ik samen met Jamira, Nadia, Shania, Sylvana en Ilona. Dus echt super. Waar veel zin in. Het is dus in Amsterdam. In de vorige locatie. De Harbor Club. Echt super tof. En ja, dus wat ik aan heb. Deze sweater. Van Justin. Ik ben er nog echt onwijs blij mee. En kort broekje. Ook van de H&M. Ik ga zo eerst lekker ontbijten. Dat ga ik zo eerst doen. Want ik heb echt honger for life. En gisteren was trouwens de voorspelavond van de acteurs van onze school. Eén woord, het was geweldig. Het was echt geweldig. Het was zeg maar dans, zang en acteerwerk. En het was super gaaf gedaan. En ik had één scène, zeg maar, dat ja, je moet de voorstelling bekijken. En dan zeg maar, ik weet niet of je het kan bekijken als je het ziet. Mij niet. En er zit één stuk in, zeg maar, dat ik en Lise zaten zeg maar, op een stoel, zeg maar. En gewoon in het publiek. En toen ging er een meisje naast ons zitten. En die begon helemaal te schreeuwen tegen ons. Maar dat hoorde allemaal bij de echo. Wij schrokken ons kapot. En ja, dus dat. Ik ga nu even lekker ontbijten. Even de vlog afkijken van Monica Geuze. En daarna van Jamie Lee. Nieuwe vlogger. Yeah. Dus dat ga ik zo doen. En dan spreek ik jullie zo weer. Ik ben met Jamira. Oh, nu wel. Het is een kerstred velvet, mijn vriend. Het is allemaal geen kerst meer, maar goed. Het is nu 11:45. En we hebben zoveel gezeik met de trein. Ik weet niet wat er is gebeurd vanochtend met de NS. Maar alle treinen rijden niet. En het is zo ontzettend KUT. En Jamira is nu ook aan het filmen voor het YouTube kanaal JJ Friends. Ons YouTube kanaal JJ Friends. En deze vlog komt zaterdag of zondag online. Eindelijk een keer gewoon goed gefilmd. 4 uur. Maar ja, weet je dan hoeven we bij die fotoshoot. Oh, als je deze vlog ziet, hebben we de fotoshoot gehad. Die gaan we ook al voorgaan. Die week daarop en die week daarop doen we pas een Q&A. Nee. Leer ons beter kennen. Ja. We hebben al 4 uploads gedaan, maar maakt niet uit. Dit is wat ik aan heb. Zo,
Halleluja. Ik ben ineens wit. Dit is wat ik aan heb. Pet op van de Primark. Justin Bieber. Trui. Zara jasje. Broek. Komt van de Bershka. Met een latex vlek. Is dat Crocs van de Bershka? Broek. Broek. Oh, ik kom. Oh, broek. Komt van de Bershka. Ik vind in groep 6 dat ik dat heel vaak aan kon. Crocs, weet je wel. Ik heb nooit aangehad. Ik vond ze zo lelijk. Met pinnetjes en zo erin en zo. Maar echt 2 dagen, want ik kreeg hele zweetvoeten in die schoenen gewoon. En de schoenen komen van Zara. Like the Zara boy today. En wat heb jij aan vandaag? Kleren. Ja, dat zie ik. Nee, dat heb ik ook in een andere vlog, maar niet uit. Jasjes van H&M, geloof ik. Ja. Deze is van Winkel. Winkel. Hier zit er ook zelf in. De broek is ook van de H&M. En deze schoenen weet ik eigenlijk niet wat die zijn. Van de mama. Ja. En je tas is van in je sjaal. Ja, Primark. We hebben allebei wat van de Primark aan. Dus we gaan er vandoor. We gaan. Voor de mensen die nog niet weten of ik het niet had verteld eigenlijk, we gaan vandaag naar de opnames van Soundcheckers in Amsterdam. In de Harlem Club. Like Monica Geuze is daar. Ik kan ook in de B zijn geweest. Ik kan ook in de B zijn geweest. Je kan er iemand mee inslaan. Wat? Teringkind. Ik haat jou. Dus we gaan er vandoor. En we zien jullie zo weer. Want we gaan met Naya, Shania. En we zien daar heel veel mensen, dus random leuke feestjes. Random leuke feestjes, oké. Okay. Top. Nederlands. Alleen nog een auto en een kaart. Oké, bye. Onderweg naar de Harbor Club. En ik ben met Elisha en Sylvana en Jamira. Maar Jamira hadden jullie al gezien. Kijk, we matchen! Met Tieten, oké. La 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 la. Leuke vloggie. Ik heb er zin in. Nee, zeg op die kanaal met Jamira, omdat Jamira gewoon mooi is. En die jongens denken, damn girl. What? Damn. Ik denk dat de meeste jongens zijn die op jullie zijn geabonneerd voor Jamira. Nee joh. Nee, heel veel vrienden van ons. Grapje. Ja, ik ben ook geabonneerd op jullie kanaal. Het was echt die eerste video. Wij zaten echt zo van, weet je hoe lang wij hebben gedaan over dat intro? Nee. Alleen al opnemen. Wij zaten echt zo. Ja, had ik het zo. Lekker aan het lopen. Lekker voor je, bitch. Je patas, kerel. Hey, je patas. Voor je patas, met je zonder sokken in je patas. Ik heb blauwe. En je hoort letterlijk op die stenen hoor je Elisha er hakken, zo tok, tok. Dit. Hé hey, Sylvana, dit is jouw huis. Hallo, als je kijk maar also. Je also is mooi. Nou, we gaan weer verder lopen en dan zien jullie zo weer als we herenigd zijn met iedereen daar. Yay! Jongens, ik ben een beetje donker. I am back with Shania en Tidley. Ja, maar die broeien. En Manuela. We hebben er zin in. Ja, yeah. Dus we staan bij Soundcheckers. Jamie, vertel eens je vraag. Wanneer komt jullie allereerste merchandise uit? Nou, we willen dat wel heel graag. En we zijn nu zeg maar, bezig met een beetje planning te maken van wat gaan we allemaal nog doen. En het staat wel op de planning om dat dit jaar nog ergens te doen, maar ik weet nog niet precies wanneer. Maar we zijn er wel mee bezig. En wat zijn jullie heel graag willen dan? Oh, sorry. Wat zijn jullie heel graag willen dan? Ja, sowieso gewoon van kleding tot make-up producten. Dekbedden, losjes. Dat is wel een idee. Je zit met z'n vandaag, dat is leuk toch? Ja, wel leuk. Oh,
Goedemorgen allemaal, leuk dat jullie kijken nog steeds naar de vlog. Het is vandaag sneeuwdag! Woensdag! En het sneeuwt! Oh my god! En we lopen dus nu in de stad, want we moeten tot ongeveer drie uur wachten. Of om 1 uur. 1 uur. Het is nu 10 uur of zo geweest. En we zijn aan het vloggen en zo. En we gaan nu naar tussen het Flying Tiger van Nina. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag zondag 22 januari. Vandaag ga ik iets super tofs doen. Ik ga namelijk zo weg. Ik ga met Jamira hebben we een fotoshoot voor ons YouTube kanaal. Echt super tof in Zoetermeer. En ik moet dus daarvoor moest ik mijn koffertje inpakken. En dit is wat ik allemaal mee ga nemen. Een sweater en een broek en misschien nog een overhemdje of zo met een trui. Super tof, dus dat ga ik nog even snel inpakken. Ja, dat ga ik zo doen. En dan spreken jullie zo weer als ik met Jamira ben. En ondertussen ben ik hier ook de vlog aan het uploaden die vanmiddag op JJ Friends komt. Dus gisteren voor jullie. En ja, ik zie jullie zo weer. We staan dus te wachten in de bus. Oké, ik ben met Jamira! Hey! En we hebben hier koffers! En het voelt net alsof we op vakantie gaan. LA. En mijn haar ziet er gewoon echt niet uit, ik heb net gedoucht. En Jamira die denkt af en toe van, ziet er ook niet uit. Nee, ik ben een beetje naakt. En we worden daar worden wel volgens mij ons haar gedaan en opgemaakt. En ik vraag ophangen van mensen aan akkoord. We zitten in de tram. En we moeten er nu alweer uit, we zitten er echt 2 minuten in. En we moeten er nu alweer uit bij het dorp. En dan gaan we daarna onze koffertjes wat pakken nu. Zin hebben hier een fotoshoot. Heel veel zin. En nu nog lopen naar de locatie. Oké, cool. Let's go. We staan in de fotostudio. Kijk, hier gaat het gebeuren. Hier achter mij. En hier zijn allemaal zonboxen. En hier zijn de zonbox. En Jamir is klaar. En hier heb je nog een leuk paskamertje waar je op mag gaan foto's maken. Bless me you. Oh, I can see your halo, halo. I can see your halo, halo. That's the reason I'm so sick of love songs. So tired of tears. So done with wishing you were still here. Take you to the candy shop. I'll let you look a